Twinfield Triathlon Veenendaal, de vierde wedstrijd in de Eredivisie 2013 en tegelijkertijd het NK Olympische afstand. Bij de mannen is de titelverdediger aanwezig. Bas Diederen is niet gestart in Amsterdam en in Stijn heeft zich vooral gericht op zijn hoofddoel van dit seizoen, het WK Ironman op Hawaii. We zijn dus benieuwd wat hij vandaag kan op de Olympische afstand. Concurrentie komt natuurlijk uit zijn eigen team met onder andere de Nederlands kampioen sprint Evert Scheltinga. Maar ook Marco van der Stel kunnen we opschrijven. Dit seizoen niet actief in de Eredivisie, maar in het internationale circuit heeft hij veel progressie laten zien. Ja, ik ga inderdaad natuurlijk gewoon voor de winst. Maar ja, hoe het loopniveau van de andere jongens is, dat heb ik dit jaar nog niet kunnen meten met elkaar. Het zal een mooie wedstrijd worden, maar ik ga zeker voor de winst. Bij de dames is titelverdediger Dan het Boterbrood niet aanwezig. Huizenhoge favoriet voor de winst in de wedstrijd is deze Zwitserse Celine Scherer. Maar zij kan natuurlijk geen Nederlands kampioen worden. Ilona Eversdijk is de nummer 2 van vorig jaar. Dit jaar sta ik er niet helemaal voor hoe ik er wil voor staan. Maar ik ga zeker vandaag mijn best doen om gewoon een goede prestatie neer te zetten. Ik heb wel goed getraind, maar het moet nog blijken in de wedstrijd of het genoeg is geweest of niet. Verder kijken we naar de Nederlands kampioenen sprint Marieke van der Vecht en de zussen Jasmijn en Carlijn van den Burg. Op uw plaatsen. Vanaf het ponton gaan de dames dan van start. Verschillende plukjes zwemmen naar voren. In het blauwe pak in het midden is Martine Bruinsma van Tritanium. Maar boven in beeld komt Celine Scherer al als een speedboot voorbij zetten. In de eerste 100 meter zwemt ze al weg bij de rest. Ook los ligt haar teamgenootje Jasmijn van den Burg. En daarachter ontstaat een kluitje met onder andere Bruinsma, Ilona Eversdijk en Britt de Waal. Na de eerste van 3 ronden Scherer dus op kop, gevolgd door Jasmijn van den Burg. Dan een duo met openwaterzwemster Corina van Leijen en Anna Rijntjes. Daarachter een groep met onder andere Carlijn van den Burg, Lim Peters, Marieke van der Vecht, Linda van Bemmel, Ilona Eversdijk, Britt de Waal en Anne Zijderveld. Na 1500 meter zwemmen komt Celine Scherer als eerste het water uit. Met inmiddels al bijna 2 minuten voorsprong op Jasmijn van den Burg. Van den Burg heeft vervolgens weer bijna een minuut op de achtervolgers Corina van Leijen, Ilona Eversdijk en Anne Rijntjes. En terwijl Celine Scherer al even onderweg is, druppelen daarachter de dames het fietsparcours op. Corina van Leijen blijft lang in de wissel en zou ook geen aansluiting meer maken op de fiets. Dan ontstaan er een paar duo's, Eversdijk en Rijntjes in de achtervolging op Jasmijn van den Burg. Dan Martine Bruinsma en Britt de Waal. En Linda van Bemmel en Marieke van der Vecht. Het duo Eversdijk en Rijntjes worden dan bijgehaald door Bruinsma en de Waal. Daarachter worden Van der Vecht en Van Bemmel ingelopen door Corine Nelen van X-Endurance, Anne Zijderveld, Marijke Zeekant en Inge Heus van De Dolfijn, Judy van den Berg Carlijn van den Burg van Team TBB en Sione Jongstra van Hellas. De groep van 4 probeert dan nog even uit de greep te blijven van de achtervolgers, maar moet al snel de handdoek in de ring gooien. Bij de doorkomst door het stadion worden ze bijgehaald door de achtervolgers. We hebben de Scherer nog steeds op kop, daarachter Jasmijn van den Burg, die op dit keerpunt alleen ziet dat de grote groep haar gaat bijhalen. Een groep van 14 dames dus, met daarin waarschijnlijk de nieuwe Nederlands kampioenen. Achter in de groep vinden we 2 goede loopsters, Anne Zijderveld en Marieke van der Vecht. Celine Scherer heeft nauwelijks tijd ingeleverd op de fiets en begint met bijna 3 minuten voorsprong op de groep aan het lopen. Daarachter wisselt de groep van 14 en het is Marieke van der Vecht die meteen een flink gat slaat op Anne Zijderveld, die op de derde plaats loopt. Ja.
4, 5 en 6 zijn Inge Heus, Jasmijn van den Burg en Sione Jongstra. Scherer gaat intussen onbedreigd naar de overwinning en doet goede zaken voor het team TBB. Maar daarachter wordt het nog spannend voor de Nederlandse titel. Zijderveld komt in de tweede helft van de 10 kilometer lopen nog snel dichterbij. En Sione Jongstra heeft zich losgemaakt van Heus en van den Burg. De marge van Van der Vecht is uiteindelijk toch genoeg om de Nederlandse titel te pakken. Na het NK Sprint wint zij dus ook het NK Olympische afstand. Anne Zijderveld op 8 seconden zilver. En Sione Jongstra pakt brons. Het is gelukt. Ik moet eerlijk zeggen, wat ik over het NK Sprint zei, dat ik erheen ging om te winnen, dat had ik vandaag wel een stuk minder. Ik was niet zo fit, dus ik had zoiets van, ik zie wel wat er gebeurt. Maar het pakte uiteindelijk toch nog heel goed voor mij uit. Twee titels in één jaar, ja, dat is natuurlijk, daar had ik alleen maar van gedroomd. Tijdens het fietsonderdeel, ik zag je veel achter in de groep zitten. Was dat tactisch, was dat bewust? Nou, ik had liever ook iets meer voor in de groep gezeten, maar ik was gewoon niet 100%. En ja, normaal is het voor mij ook tactiek om inderdaad niet te veel mee te draaien. Maar ik had het nu wel zwaarder dan normaal. Dus ik moest ook na de bochten elke keer wel weer aanzetten om toch wel goed erbij te blijven. Dus het was, normaal is het wat tactiek, maar ik had het nu ook gewoon echt wat zwaarder. De uitslag bij de dames dan. De eerste vier hebben we gezien. Daarachter zitten Judy van den Berg, Inge Heus, Martine Bruinsma, Carlijn van den Burg, Corine Nelen en Ilona Eversdijk. In de teamuitslag zien we dat Hellas opnieuw de overwinning pakt. Maar dat zij die deze keer moeten delen met het team van de Dolfijn uit Amsterdam. Team TBB wordt derde, de X-Endurance Long Distance dames op plaats 4. Met een niet helemaal gelijke start beginnen we dan met de mannenwedstrijd. Boven in beeld zien we Marco van der Stel die op weg is om als eerste de eerste boei te ronden. Na één ronde zwemmen ligt hij op kop met daarachter Edo van der Meer, Bas de Waal, Bas Diederen en Donald Hillebrecht die zich er nog even tussen wurmt. Dan Marco Akerzoek, Evert Scheltinga en Mark Oudebennink. De onderlinge verschillen zouden langzaam maar zeker steeds groter worden en de groep komt een beetje verspreid de eerste wissel in. Marco van der Stel dus als eerste met daarachter Bas de Waal, Marco Akerzoek, Edo van der Meer en Donald Hillebrecht. Grote afwezig op dit moment is nog Evert Scheltinga. Bas Diederen kijkt nog even achterom waar zijn teammaatje blijft. Bij het eerste keerpunt zien we dan dat Hillebrecht, Akerzoek en van der Stel los zijn. Team for Talent wacht op Scheltinga. Edo van der Meer komt hem ophalen en brengt hem terug naar de groep. Hillebrecht, Akerzoek en van der Stel fietsen door. Dan nog een kleine miscommunicatie met Bas de Waal. Maar het duurt niet lang voordat Scheltinga weer een beetje op adem is en er alsnog een kopgroep van 8 man ontstaat. Bas de Waal heeft het even zwaar, maar hij zit er toch maar even mooi bij. In de achtervolging 4 man van Zero D Squadra Veloce met Martijn Dekker van Team for Talent. Vooraan wordt er inmiddels goed samengewerkt en de kopgroep van 8 loopt steeds verder uit. De achtervolgende groep groeit intussen naar 9 man en bestaat dan uit Adam Lambrechts, Terrence Olaria, Tim Breidenbach, Vincent Beum, Menno Koolhaas, Jorik van Echtdom, Peter Vokking rijdt daar nog tussen op een ronde achterstand, Martijn Dekker, Sven Strijk en Mark Geerts. Mark Oudebennink valt dan nog terug uit de kopgroep vanwege een klapband, maar zou na het herstellen van het euvel aansluiten bij de achtervolgers. De kopgroep gaat dan wisselen en het is Marco van der Stel die als eerste vertrokken is. Dan Bas de Waal, Evert Scheltinga, Marco Akerzoek, Bas Diederen en Donald Hillebrecht. Van der Stel neemt het initiatief, slaat een gaatje en krijgt in eerste instantie Scheltinga mee. Daarachter Bas de Waal en Bas Diederen. Van der Stel moet zijn tempo een beetje laten zakken. Bas Diederen is weggelopen bij de Waal en maakt aansluiting bij Van der Stel. Evert Scheltinga heeft het zwaar, maar handhaaft zich voorlopig op plek 3. Een ronde later is Diederen weggelopen bij Van der Stel, die zich niet zomaar gewonnen wil geven. Hij bijt op zijn tanden, maar kan niet dichterbij komen. Van der Stel, van het grote wereldteam.
Bas Diederen van Team for Talent houdt zijn voorsprong vast en pakt zijn 7e Nederlandse titel op de Olympische afstand. Marco van der Stel doet nog maar 3 jaar aan triathlon, maar wordt hier 2e op een sterk bezet NK. Evert Scheltinga bijt door en wordt 3e. Ja, het is een mooie test voor de conditie en het geeft aan dat de conditie wel oké is. Ja. Ik wil niet zeggen dat het heel makkelijk ging, maar het fietsen vooral, hè, die korte aanzetdingen, dat ben ik helemaal niet meer gewend met die Ironman. Ah, ik had echt moeite, man. Ik heb een uur afgezien op de fiets. En dat duurde zeker 5 kilometer voordat ik lekker liep. Ja, toen ik eenmaal lekker liep, ging het nog goed. Maar... Je gaat natuurlijk naar Hawaii, dat is je allergrootste doel. Om daar bij de professionals deze keer hoge hoogte te gaan gooien. Je staat er goed voor? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik heb nog niet zo heel veel trainingsweken gehad nu na mijn vakantie. Dus dat ik dit nu kan, dat is wel een goed teken voor mezelf. Ja. De uitslag bij de mannen. Jorik van Echtdom zet de snelste looptijd van allemaal neer en komt vanuit de achtervolgende groep op plaats 4. Nip daarachter de Belg Mark Geerts voor snellewielen.nl. Bas de Waal, Martijn Dekker, Tim Breidenbach, Sven Strijk en Donald Hillebrecht. De teamuitslag bij de mannen. Een vertrouwd beeld. Team for Talent op 1, Zero D op 2. Snellewielen.nl op 3. TriMate zet hun beste prestatie dit seizoen neer met een 4e plaats. Dan naar de stand met nog 1 wedstrijd te gaan. Bij de dames is er alleen nog een theoretische mogelijkheid dat Hellas de eindoverwinning ontgaat. De rest van het podium wordt nog spannend. De Dolfijn schuift op naar plaats 3, maar TBB zit daar maar 1 punt achter. Ook de 2e plaats van X-Endurance is nog niet veilig. Als er geen gekke dingen gebeuren, lijken de plaatsen 1 en 2 bij de mannen wel verdeeld. Maar Challenge Almere moet straks vol aan de bak in een thuiswedstrijd om de voorsprong van 1 punt op snellewielen.nl te verdedigen. De laatste wedstrijd is op 15 september in Almere. Ik ben er dan niet bij, maar RTL 7 wel. Op 21 september wordt daar in een samenvatting van een half uur de Eredivisie Team Relay uitgezonden.